welkom allemaal. We gaan weer een half uurtje bewegen op muziek. We hebben daar wat materiaal bij nodig, bij een paar nummers. Dat zijn weer de gewichtjes of de flesjes water. En dit keer ook een ceintuur. Denk aan een ceintuur van je badjas of een riem of een sjaal kan ook. Dus zorg dat je dat ook bij de hand hebt. Dan gaan we lekker beginnen met de warming-up. Zorg dat je genoeg ruimte hebt. En veel plezier, daar gaan we. Oké, begin even. Je armen lekker los. En breng ze steeds iets hoger. En kijk mee naar je handen. Zak door je knieën. Adem in. Blaas uit. En opzij. Neem je armen mee. Adem in. En blaas uit. En we gaan twee opzij. 1, 2. 1, 2. Neem je armen mee. Als je wil, arm omhoog. Hoog, hoog. En blijf op je plaats. En we gaan de knie om en omhoog. 1, 2. Als je wil, tik je knie om en om. Of elleboog. Benen uit elkaar. En draai met je heupen. En je knieën ook van het slot. Andere kant. En dan tik je om en om je teen aan. We gaan van de ene teen naar de ander. Arm omhoog. En nu schuin voor. Kijk mee naar je handen. En we gaan laag. Laag. Kom omhoog. Adem in. Schop omhoog. En tik je teen aan of richting je teen. Adem in. En dan probeer je naar je hak. En kom een stukje naar voren lopen. En weer terug. En beweeg even met je romp heen en weer. Schouders nog even naar achter. En naar voren. Benen uit elkaar. Adem in. En blaas uit. Heel goed. Ik stop hem even. Want we gaan alweer door naar het volgende nummer. Ik hoop dat jullie lekker een beetje warm zijn. Nou, bij het volgende nummer heb je die ceintuur nodig. Nou, rol hem even om als hij wat lang is, zoals bij mij. En dan heb je hem ongeveer zo. Nou, hier gaan we straks weer die twee passen opzij doen. Dus 1, 2. 1,
is het belangrijkste wat je moet weten. En één beweging die laat ik vast zien. Je draait om je hoofd. Ene kant en andere kant. Kijk maar eens of dat lukt. Dus deze is handig om te weten. En twee stapjes de ene kant, twee stapjes de andere kant. Nou, geniet. En dan gaan we lekker verder met het volgende nummer. Dus misschien even een paar keer om je handen. Rek je even naar één kant. Andere kant. En we gaan opzij. Dus voor en terug. Voor en terug. Nu blijf je staan. Rek je uit. Hoog, hoog. En we gaan opzij. Armen hoog. Hoog. Als je ze hoog houdt, is het iets intensiever. Dus je mag ze ook zo houden. Als je iets meer wil, doe je ze hoog. Blijf staan. Rek je uit. En we gaan opzij. De centuur laat je naar voren gaan. Oké, nou komt ie. Dus over je hoofd. Zoek de uitdaging. Andere kant. Kijk eens hoe flexibel je bent. Hoog. En we gaan laag. En kom weer omhoog. En we gaan weer opzij. En je mag best een beetje je heupen meenemen. En nu naar je toe. Blijf staan. Hoog. Hoog. Rek je uit. En we gaan opzij. Misschien weet je zelf ook nog een leuke variatie. Zij, zij. En we gaan nog een keer draaien. Ene kant, andere kant. Hou hoog en rek nog even. Heel goed, de centuur mag weg. Neem even een slokje water. Ik heb het al warm, maar ja, ik sta ook lekker in de zon, dus dat scheelt. Oké, bij het volgende nummer gaan we werken aan de benen. We gaan straks ons laten vallen naar één kant. Dus we gaan opzij en kom weer omhoog. Eén knie buigen, kom weer omhoog. Dus je zakt met je gewicht naar één kant en weer omhoog. Doe maar even mee, thuis. Dus je gaat zij omhoog, zij omhoog. Dat doen we 8 keer de ene kant en dan 8 keer de andere kant. Dan gaan we voeten uit elkaar, tenen een beetje naar buiten en we gaan de squat. 8 keer. Dit kan je ook nu al even met me meedoen. En dan doen we laag, teen, hak, hoog. Laag, teen, hak, hoog. Dat doen we. We doen stap naar voren. Stap naar voren. Nee, sorry. We doen eerst 8 keer één kant. En dan doen we 8 keer de andere kant. En dan gaan we 1 been naar achter. 8 keer
En dan 8 keer met het andere been achter. Dit zijn de oefeningen, dat gaan we nu op muziek doen. We beginnen altijd eerst met marcheren. Denk altijd goed aan je ademhaling. We gaan straks beginnen. Die kant, daar komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andere kant. Nog één keer en schop even los. Even je benen losgooien en dan gaan we met de squat verder. Daar gaan we. Wijzen naar buiten. De volgende uitdaging. Laag, teen, hak, hoog. Laag, teen, hak, hoog. Laag, teen, hak, omhoog. Laag, teen, hak, hoog. En schop even los. Gaan we zo naar voren stappen. Zijn jullie klaar? Daar gaan we. Dus we stappen. En wissel. Maak een grote stap, hè? Oké, en we gaan naar achter. Nog één keer. En we gaan opzij, vanaf het begin. Wissel. Eén knie buigen, één been strekken. Oké, eventjes marcheren. Even ademhalen. En blaas uit. Je rug los. Heel goed. Dit is een erg lang nummer, dus we kappen hem even af. Even kijken wat we bij het volgende nummer. Ja, ik zie het al. Oké, dat is een balansoefening. En pak daarbij een stoel voor de zekerheid. Dus dat ga ik ook doen. En je hoeft die stoel niet te gebruiken, maar zet hem voor de zekerheid neer. Nou, wat gaan we doen? We gaan met het buitenste been, dus één hand hou je aan de leuning, gaan we voor,
terug, voor, terug. Doen we 8 keer omhoog en terug. Jij bepaalt of je je teen neerzet of dat je hem vlak boven de grond houdt. Dan doen we zijwaarts 8 keer. En we doen achter. En probeer of je af en toe ook die stoel los kan laten of misschien helemaal los kan laten. Ik doe even een jas uit, want het is nogal heet. En dan gaat daar even opzij. Nou, daar gaan we hoor. Daar gaan we. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan opzij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan achter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan gaan we zwaaien. Voor, achter. Gaan we met het andere been verder. Dus op, laag. We gaan opzij. Probeer je focus te houden op 1 punt. En we gaan naar achter. En dan gaan we zwaaien. La 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 la. Zing vooral mee, hè. Heel belangrijk. Als je ook nog je evenwicht kan houden. En dan gaan we even. Teen, hak. Teen, hak. Teen, hak. En even afwisselen. En we gaan weer vanaf het begin. After 9 days, I let the horse run free. Cause the desert had turned to sea. Of. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. We gaan opzij. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the city. En we gaan weer. La, la, la. Ondertussen lopen we vast naar de andere kant. Andere been. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, opzij. En naar achter. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Oké. Heel goed. Doe nog even met de andere kant nog even zwaaien. Dus heen en weer. Dan hebben we.
hebben beide kanten helemaal compleet afgemaakt. Goed, de stoel mag weg en de gewichtjes mogen daarvoor in de plaats komen. Als je dat wil tenminste, want dat hoeft natuurlijk niet. Ik ga eerst even laten zien wat we gaan doen. Oefening ook voor de rug en de schouders. Ik ga bewust even zo staan, zodat jullie mijn rug kunnen zien. Voeten iets uit elkaar. Dan heb je de flesjes of de gewichtjes in je hand. Een beetje laag. En dan strek je naar voren. Dus je strekt en weer terug. Je strekt en terug. Dit kan best zwaar zijn. Dus kijk even of je de gewichtjes wil gebruiken. Als we de andere hand doen, dan draai ik ook weer om. En we doen nog een oefening voor de achterkant van de armen, de triceps. Een beetje door de knieën buigen en dan is het strekken en terug. Strek, terug. Strek, terug. Yes? Dan gaan we dat natuurlijk op muziek doen, want dat maakt het allemaal een stuk leuker. Dan zeg ik het zelf. Oké. Ga vast klaarstaan. Gewichtjes in de handen. Beetje laag. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wissel. Tegelijk. Hop, terug. Hop, terug. Oké. Dan gaan we dit nog een ronde doen. Even diep ademhalen, uitblazen. Positie staan. Dus daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wisselen. Even wachten. Oké, daar gaan we. 1, rustig naar beneden. En omhoog. Even je schouders draaien. Achter. En naar voren. En dan gaan we verder met de achterkant van de bovenarmen. Klaarstaan. 1, 2. En we gaan draaien. We zijn er bijna. Twee tegelijk. Strek. Alleen de onderarmen bewegen. Benen uit elkaar, rustig naar de grond en kom hoog. Heel goed.
Nou, de laatste. Laatste nummer voor de cooling down. Dat wordt nog een leuke uitdaging. Dat ga ik even kort uitleggen met jullie, aan jullie. We beginnen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus je tikt om en om je teen aan. Armen hoog, hetzelfde. Dan gaan we twee opzij, maar we nemen de armen mee. 1, 2 en tik, tik terug. 1, 2, tik, tik. Dit doen we nog een keer. Tik, tik, doe maar vast mee. 2, tik, tik. Dan doen we 1, 2, 3, 4 en dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, handen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan gaat één voet tappen. We gaan een rondje maken. Dus je tik, tik, tikt. Eén voet blijft staan en eentje maakt een rondje. En de andere kant. Nou, we gaan het gewoon doen. Als het niet helemaal lukt, maakt het helemaal niet uit. Het gaat ook om de gezelligheid en dat we lekker bewegen, lekker blijven bewegen. Als je denkt, nou, ik doe hier mijn eigen bewegingen op, dat is natuurlijk ook helemaal prima. Oké, daar gaan we. Tik, tik, tik. Neem je heupen mee. Armen hoog. En we gaan twee opzij. Zij, zij, tik, tik. Zij, zij, tik, tik. Zij, zij, tik, tik. Zij, zij, tik, tik. 1, 2, 3, 4, handen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En een rondje. Andere kant. En dan gaan we met je knie indraaien. We herhalen dit nog één keer. Dus met je heupen. Armen hoog. En dan gaan we zo twee opzij. Komt ie. 1, 2, tik, tik. 1, 2, tik, tik. 1, 2, tik. En draai in. Laatste nummer, jongens. Eén na laatste. Hand, hand. Oké. Goed gedaan. We zijn alweer aan het einde gekomen, dus we doen nog even de cooling down. Dan mag je even met je hoofd hier in een halve cirkel. Schouders.
achter, naar voren. Eén arm naar achter. Andere arm. Even je heupen. Die zijn hopelijk al lekker los. Andere kant. En dan probeer je je enkel te pakken. Hou eventueel even een steuntje vast. En dan datzelfde been schuin naar voren. En dan kom je rustig omhoog. Pak je andere enkel. Kijk even hoe je balans is. Anders pak je even een stoel erbij. En dan zet je datzelfde been schuin voor. Kom rustig omhoog. Eén arm schuin voor je. En wissel. Vingers in elkaar. Bolle rug. En een holle rug. En bol. En hol. En gaan we even naar één kant trekken. Rustig terug. Andere kant. Nog één keer wisselen. Maak je helemaal lang. Zak door je knieën. Adem in. En blaas uit. Even op je tenen. En weer zakken. En schud jezelf even helemaal los. En dan wil ik jullie vanaf deze mooie plek hartelijk bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie lekker hebben gesport. En wie weet tot de volgende keer. Fijne dag.